Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl We kunnen het zien op de satellietfoto. Er drijven nog wat hoge wolkensluiers over het land, maar de zon heeft daar eigenlijk geen moeite mee. Het is dan ook behoorlijk zonnig vanochtend, halverwege de ochtend is de temperatuur ook al opgelopen tot een graad of 8 en vanmiddag wordt het 11 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan de noordwestkust kan later op de dag wel bewolking en nevel vanaf zee binnendrijven en dan wordt het daar kil. De temperatuur zakte dan weer naar een graad of zeven. In de rest van het land blijft het wel zonnig. Vanavond gaat echter overal de bewolking toenemen vanuit het noordwesten en vooral in het noorden zou een enkele spat regen kunnen gaan vallen. Dan morgen overdag beginnen we eerst met veel bewolking, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. Later op de dag breekt de zon weer door vanuit het westen. Het wordt 11 tot 14 graden en de wind draait uiteindelijk weer terug naar het zuidwesten. Stelt niet heel veel voor. Dinsdag hebben we te maken met veel bewolkt weer en soms valt er een klein beetje regen. Laat in de middag breekt de zon af en toe weer door. Het wordt 11 of 12 graden. Woensdag en donderdag is het droog met zonnige perioden en ook dan ligt de middagtemperatuur rond de 11 of 12 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl